Hey, hallo. Ik ben Edgewet. Je kent me misschien van Puberaal of de Keuringsdienst van Waarde. Ik doe mee aan de weddenschap. Ik wed dat ik minstens 3 boeken kan lezen. Doe jij ook mee? Ik wilde als kleinkind altijd profvoetballer worden. Iets wat uiteindelijk niet is gelukt. Maar wat mij betreft ben ik gelukkig toch wel redelijk goed terechtgekomen. Iemand waarbij iets anders willen zijn, iets heftiger is geweest, is Evie. Geboren als jongen, maar wilde eigenlijk een meisje zijn. Het waargebeurde verhaal van Vicky Jansen, opgeschreven door Anna Woltz. Ik begin met het boek Meisje van Mars. Stel je voor, je wordt ergens wakker en je weet niet waar je bent, je weet niet wie je bent. Het enige wat je wel weten hebt, is een mobiele telefoon met een voicemailbericht waarin wordt gezegd dat je absoluut niet de politie mag bellen. Ik zeg spannend, ik ga Boy 7 lezen. Charlie zit met allerlei zaken die ze heel graag aan iemand wil, maar aan niemand kan vertellen. Ze gaat voor het eerst met haar vriendje naar bed. Haar moeder is depressief en haar vriendje blijkt ook nog eens bezitterig en jaloers. Ze beslist om het op te schrijven. Sterker nog, Charlie doet mee aan een schrijfmarathon. En in dit boek krijgt ze tips over hoe je in 30 dagen een boek kan schrijven. Kan dat überhaupt? Dat lijkt mij knap. 30.000 woorden van Charlie. Ga ik lezen. Ik doe mee aan de weddenschap. Ik ga in 6 maanden tijd 3 boeken lezen. Ik heb er zin in en het gaat me lukken. Durf jij ook te wedden? Doe dan mee aan de weddenschap en meld je aan. Later!